Hallo allemaal, ik ga vandaag een hele simpele make-up look doen voor Halloween. Ik ga mij helemaal omtoveren in Vanessa Ives van de horrorserie Penny Dreadful. Dat is een horrorserie die je enkel op Netflix kan bekijken, maar ik was er helemaal zot van. En dus daarom ga ik deze look doen. Ben je niet bekend met Vanessa Ives, dan kan je dit ook gewoon doen voor een... hoe zeg je dat? Een zwarte weduwe of een black widow look. Of gewoon wanneer je er een klein beetje griezelig wilt uitzien, maar toch niet helemaal. Dan is deze look ideaal. Omdat ze een vrij witte huid heeft, ga ik deze aqua paint van Kryolan gebruiken. Dat is eigenlijk pure kinderschmink, dus dat wordt geactiveerd met water. Dus ik heb hier ook een klein beetje water bij mij. Dus ik dop mijn borstel daarin. Ik ga deze witte paint mengen met een hele lichte foundation, omdat ik ook niet spooky wit wil zijn. Dus ik heb hier mijn borstel al goed volgeladen met deze witte paint. En dan neem ik een hele lichte foundation, pomp ik een beetje op mijn hand. Oeps. En die ga ik een beetje mengen met die witte schmink. Zodanig dat ik toch een heel wit effect heb, maar niet te wit. Ik ga wel snel werken hiermee, want die grim of die kinderschmink die droogt wel heel erg snel. Ik ga onder mijn ogen een klein beetje van die gewone pure witte paint gebruiken om het een klein beetje te highlighten, of zeg je dat, om een beetje meer licht te geven onder de ogen. Oké, dan ga ik mijn Urban Decay eyeshadow primer gebruiken op mijn oogleden. En die zorgt ervoor dat de oogschaduw beter blijft zitten. Zeker als je naar een feestje gaat met deze look, is dat niet onverstandig. Ik breng ook een klein beetje aan onder mijn ogen, omdat ik hier zo dadelijk ook wat oogschaduw ga aanbrengen. Oké, ik ga nu een hele matte grijze, ja, paars-grijze topige oogschaduw gebruiken, maar het is wel een matte kleur. Heel belangrijk dat je voor deze look enkel matte kleuren gebruikt. En die breng ik gewoon zachtjes aan, hier op het volledige lid. En die blend ik ook mooi uit naar boven toe, zodat je geen overgang ziet van de oogschaduw naar de huid. Dan neem ik een matte huidskleurige kleur of een matte wit beige kleur en die ga er een beetje over gaan, omdat ik toch vind dat die topkleur altijd een klein beetje te veel kleur afgeeft. Dan neem ik een zwart oogpotloodje en die ga ik gebruiken om een klein beetje aan de bovenkant enkel in het buitenste hoekje een beetje aan te zetten. Binnenkant van mijn ogenbuik zwart oogpotlood zetten. Zo, en dan neem ik terug die fluffy kwast en ga ik van boven een beetje dat potloodje blenden. En ook aan de onderkant gaan we een beetje blenden. En als je merkt dat je toch nog een klein beetje te veel smudgy hebt onder je ogen, ga je gewoon met jezelfde kwast van de foundation er terug even over. Oké, dan nemen we terug die fluffy kwast en die beige, grijzige kleur. En die meng ik een beetje met die huidskleur. En die ga ik een klein beetje gebruiken om wallen te creëren. Zo, dan ga ik uiteraard ook mascara aanbrengen. Ja, ik heb vele langere en vele gekruldere wimpers dan het personage in de serie. Dus bij mij gaat dit iets anders eruit zien. Zij heeft hele rechte wimpertjes. Maar een look is toch niet af zonder mascara, vind ik zelf. Goed, dan de wenkbrauwen. Zij heeft hele rechte wenkbrauwen, dus dat gaan we ook doen. Ik ga mijn wenkbrauwen invullen met een beetje van die grijze kleur, topige kleur, gemengd met mijn contourkleur, zodanig dat ik toch een beetje een grijs-bruinige kleur heb. En ik ga vooral zo aan de onderkant invullen.
Goed, dit zijn de wenkbrauwen. Ik ga nu nog contouren, weer met die topige kleur. Zodanig dat ze echt zo dat grauwige, grijzige effect gaat krijgen. Enkel aan de buitenkant. Dus niet te veel naar binnen toe. Wel wat contouren om echt een heel scherp gelaat te maken. Oké, als blush ga ik deze MAC blush gebruiken. Het is een bruinige roze kleur en het is Cubic van MAC en die doe ik ook weer aan met dezelfde kwast. Heel weinig. Ik weet, blush komt altijd op camera erg fel bij mij over. En dan heeft zij als lippen meestal een bruinige lipkleur. Ik heb hier een bruinige lippenstift van NYX en dit is in de kleur B52. Die ga ik heel voorzichtig opdellen. Zo, dit is mijn Vanessa Ives look van Penny Dreadful. Het is niet 100% hetzelfde, het is meer geïnspireerd. Ik zie er ook helemaal anders uit van gezichtsvorm en al die toestanden. Maar toch misschien leuk om te hebben als Halloween tutorial. En ja, bedankt voor het kijken en zoals gewoonlijk tot mijn volgende video.